Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze make-up look maakt. Dit is een look met vrij veel coole kleuren. Op het ooglid, op de lippen en ook in de blush en dergelijke die ik heb gebruikt. En ik had hier op Instagram een foto van geplaatst en ik droeg deze look ook een aantal keer in mijn vlogs van laatst. En jullie vroegen of ik hier misschien een tutorial van wilde maken. Dus ja, vandaag is het zover en ga ik dat doen. Persoonlijk bij herfst denk ik heel snel aan die warme kleuren, de tinten van de bladeren en dergelijke. Maar ik vind het eigenlijk voor de afwisseling wel heel erg leuk om ook een keer een wat koelere herfstlook te dragen. En vanwege de iets donkere tinten vind ik hem toch heel geschikt voor het najaar. En ja, ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we nu beginnen. Ik ga beginnen met een beetje primer van de Etos. En dit zorgt ervoor dat de gezichtsmake-up wat beter blijft zitten. En ook gewoon dat mijn huid wat gladder aanvoelt, zodat het zo meteen allemaal wat makkelijker aanbrengt. Vervolgens ga ik verder met de foundation en ik gebruik de L'Oreal Magique Lumi Light Infusing Foundation. En dit is een hele mooie met een beetje een dewy finish. En dat vind ik nog steeds wel mooi. Ik was normaal in de winter wat meer van de echt matte finishes, maar ik merk ja, dat ik dit eigenlijk toch wel heel prettig vind. En deze benadrukt ook niet zo de droge plekjes op mijn neus en zo. Ik gebruik trouwens een stippling brush van Real Techniques om het goed in de huid te blenden. Nog een dun laagje, want dit was wel heel erg minimaal. En mijn huid is niet echt op zijn best of zo. Dus ik vind dat ik wel wat dekking kan gebruiken. Dan gebruik ik de Maybelline Fit Me om wat oneffenheden aan te stippen. En voor mijn ogen gebruik ik een andere, namelijk de L'Oreal Lumi Magique. Dus die hoort eigenlijk bij die foundation. En die heeft hele mooie, ja, oplichtende deeltjes erin. Dat vind ik wel mooi voor onder de ogen. Dan pak ik de Essence Pure Nude Powder en mijn Real Techniques poederkwast. En dan ga ik het geheel afpoederen. En deze poeder vind ik ook heel erg fijn, omdat hij wel een beetje matteert, maar niet echt zo'n popperig effect geeft. Dus ja, dan hou je toch een klein beetje die glow. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik de Maybelline Brow Setting in de kleur Medium Brown. Volgens mij zijn mijn wenkbrauwen niet echt on fleek vandaag, maar we doen die maar even mee, want die krijgen het niet voor elkaar. I don't know. Ik ga nu met een wenkbrauwgel ga ik het zetten. Gaan we verder met oogschaduwbasis. En ik gebruik gewoon die van Essence. Werkt echt prima, vind ik. Ik gebruik vandaag het Naked 3 paletten. En ik ga een wat koelere look maken. En daarom ga ik nu voor de kleur Liar. Dat is deze kleur boven mijn vinger. Hele mooie soort van taupe-achtige kleur met shimmer en met een platte oogschaduwkwast van Real Techniques ga ik die aanbrengen. Dan pak ik deze matte taupe kleur, de kleur Nooner is dat. En met deze crease brush van Real Techniques ga ik die in de crease aanbrengen. Daarna ga ik met deze ronde oogschaduwkwast van Kruidvat ga ik nog een heel klein beetje van een iets donkere kleur pakken. Namelijk de kleur Dark Side. Die is echt wel heel donker hier boven mijn vinger. En die ga ik in de buitenste ooghoek aanbrengen. En naar boven uitblenden en naar de binnenkant. Dus eigenlijk een beetje ja, over de kleur die we net in de crease hebben aangebracht. Dan pak ik nog een beetje van Limit hier boven mijn vinger. Dat is een wat lichtere matte kleur en die breng ik ook aan in de arcadeboog. Zodat het ja ietsje zachter wordt allemaal en iets mooier overvloeit in mijn huid als het ware. Dan pak ik mijn highlighter van Catrice. Dit is Vanillity Fair en dit is van de Velvet Matte Oogschaduw. En die breng ik aan als highlighter in de binnenste ooghoeken. En ook op het wenkbrauwbord. Met het Big Bright Eyes oogpotloodje van Essence ga ik de onderste waterlijn inkleuren. En dit is een huidskleurig oogpotloodje.
Dan gebruik ik deze eyeliner van Catrice. En dit is gewoon een vloeibare eyeliner met een heel erg fijn kwastje. Ik doe gewoon weer zo'n wing, waarom ook niet. Oké, er zitten echt allemaal vlekken voor mijn lenzen. Dus ik moet ze zo even opnieuw indoen. Maar goed, we gaan eerst verder met mascara. Ik gebruik de Catrice Glamour Doll Mascara. Omdat ik zo lang over mijn eyeliner heb gedaan, gaat mijn mascara nu mislukken. Want er zitten allemaal restjes eyeliner tussen mijn wimpers en die zijn nu al opgedroogd. Kak. Ik ga nu verder met deze bronzer van Catrice. En dit is de Matte Bronzer van een limited edition. De Nomadic Traces. Dus die is helaas niet meer verkrijgbaar. Maar het is in ieder geval niet een al te warme bronzer zoals je ziet. Het geeft heel veel pigment af, dus je hebt maar weinig nodig. Dan gaan we voor ook een coole blush. De Max Factor Creme Puff Blush in Seductive Pink. En deze is super mooi donkerroze. Echt cool. En deze breng ik aan met de Real Techniques Blush Brush. Als highlighter gebruik ik MAC Lightscapade met de Setting Brush, geloof ik eigenlijk, van Real Techniques. Ik vind deze heel mooi bij deze look omdat hij wat witter is en niet zo goudachtig. Voor de lippen gebruik ik als eerste de Essence Lip Liner in Satin Mauve. Dat is een heel mooi kleurtje, soort My Lips But Better. Kleur ze er ook mee in. En vervolgens gebruik ik een combinatie van twee Essence Nude Lipsticks, namelijk 03 Calm Naturally. Dit is echt een hele coole, bijna paarse kleur. En 05 Cool Nude. En deze is iets minder cool, maar nog steeds cool. Ik begin met die hele coole variant. Je moet ervan houden, maar ik vind het heel erg tof. Maar het kan wel een beetje lijken alsof je een soort van onderkoeling hebt of zo. En nu gebruik ik 05 Cool Nude. En deze is dus net een hintje warmer, maar wel nog diezelfde kleur. Breng net iets meer leven terug, dus dat vind ik net wat mooier. Dit was dan de make-up look. Ik hoop dat jullie hem mooi vonden en dat jullie iets aan deze video hebben gehad. Doe dan vooral een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het super leuk vinden als je dat doet. Dat kan hieronder. En ook zou ik het heel erg leuk vinden als je mijn laatste video en een aan te raden video bekijkt. Die staan hier. En dan zie ik jullie heel graag in mijn volgende video. Doeg!